Ja, sommige mensen denken die uh, onverschillige luie hond, hij daar nu altijd te doen in Winteruur, en die hebben een punt, vanuit een zeker perspectief. Maar de doorwinterde winteruurkijker weet dat er veel meer aan de hand is. De hond, Swami Bami genaamd, zorgt voor een bed van rust en vrede en eeuwige ademhaling. Vandaar dat dit programma ook eeuwigheidswaarde heeft, natuurlijk, en altijd zal blijven bestaan. Welkom in winteruur, Olivia Ruta Zibwa. Uh, je bent docent aan de London School of Economics, voordien in, uh, aan de Universiteit van Portsmouth. Ja. En uh, ook journaliste was je bij Mo. En ik ging er nogal snel over, maar om, journalist, nee, om pardon, docent te zijn aan de London School of Economics, moet je dus uh, onwaarschijnlijk slim zijn. <laughs> Of om het in jouw woorden te zeggen, een enorme nerd. Ja, voilà. dus Sowieso. Afhankelijk van het perspectief. Allebei zijn waarschijnlijk een beetje waar. Ja, ik vind ja. alles interessant. Ja, ja, je vindt alles interessant. Ja. En je gaat dan over al die dingen die je interessant vindt, dan ook nog eens je veel dieper in verdiepen. Ja. Je hebt de neiging in elk geval om dat te doen dan de gemiddelde. Ik ga niet voor andere mensen spreken, maar ik vind inderdaad alles interessant. En dan zoiets uh, ook checken met de studenten wat zij interessant vinden. En dan is dat zo'n sneeuwbal-effect ja. eigenlijk. Hè. Maar dus je woont eigenlijk het grootste deel van de tijd in Engeland. Ja. Ook. Maar je bent tijd. ook van de stad. Ik ben van de stad. Ik ja. <laughs> <Ja. laughs> ga proberen netjes te praten. <laughs> Oké. Okay. En je hebt daar tekst bij, wil je die voorlezen? Ja. Everywhere in the world where knowledge is being suppressed, knowledge that. if it were made known, would shatter our image of the world and force us to question ourselves. everywhere there, heart of darkness is being enacted. you already know that. so do i. it's not knowledge we lack. what is missing is the courage to understand what we know and draw conclusions. okay. Dit komt uit Exterminate All the Broods*. Ja. Moeten we iets weten van het boek om dit te begrijpen? Ik denk het wel. De dus auteur is Sven Lindqvist. Dat is een Zweedse auteur die niet zo lang geleden overleden is. En, um, hij zegt zelf in de inleiding dat hij mij twee boeken brengt. Aan de ene kant is het een verhaal over iemand, ik denk hemzelf, die naar de Sahara trekt um, en eigenlijk een reis onderneemt. Mm -hmm. En dus beschrijft wat hij daar tegenkomt en zo. En aan de andere kant heeft die persoon of dat personage een computer bij. Dat is een zwaar geval, dat is in de jaren tachtig. Ja. Um, met ik weet niet hoeveel materiaal, boeken, literatuur uit de koloniale tijden eigenlijk. Of dat over de kolonies gaat. En één daarvan is uh, het boek Heart of Darkness uh, van Conrad. En, uh, Heart voilà. of Darkness ging over wat er. Of gaat onder andere of Is een verhaal over wat er gebeurde in Congo. Ja. 19e eeuws Congo, Inderdaad. dat toen gekolonialiseerd werd door... Ja, door België. Dus ja. De Conrad zelf is een, een Pool, maar die schrijft in het Frans. Dus heel veel mensen oh. denken dat dat hè, eerder vanuit die kanten is. Maar um, dat is een fictief verhaal met fictieve personages. En een van de zinnetjes in dat boek is... Um, iemand die zegt... We have to exterminate all the brutes. En dus het personage in dit boek blijft er zo op steken van... Aan de ene kant, de, het koloniale avontuur werd heel vaak voorgesteld als een beschavings. Wacht even, ik ga je even onderbreken. Exterminate ja. all the brood betekent uh, we moeten kom afmaken met alle. weet je waar, ja. De onbeschaafden, eigenlijk. De onbeschaafden. De onbeschaafden. Ja. En dus in, in het koloniale verhaal, ik denk heel veel mensen tijdens die periode, die pakten in Vlaanderen of in België woonden, die hadden meer zo'n idee van wij trekken naar de kolonies om ook beschaving, beschaving te brengen. Te brengen voilà. ja. Of dat nu via de kerk is of onderwijs of zo. Uh, maar de, donker, de meer donkere zijde van dat avontuur was een, een, een uitroeiingsproject ja. eigenlijk, voor verschillende redenen. Ja. En het punt is, van beide boeken is eigenlijk dat dat, dat dat in die tijd ook geweten was, misschien niet door iedereen, maar ergens wel. Mm -hmm. Nu zijn we al naar je tekst zelf aan het gaan. Want die, dus de, je hebt nu het boek, je hebt een kader gebracht door het te hebben over het boek. Dan heb je die twee. Uh, Jouw genummerde fragmenten. Ja. En in het eerste staat, overal in de wereld waar kennis is, uh, waar kennis wordt onderdrukt. Um, wordt eigenlijk dit verhaal van Heart of Darkness, namelijk een verhaal van onderdrukking, en foltering en uitbuiting, wordt dat verhaal opnieuw uh, opgevoerd. Mm. Zie ik het juist? Ik denk het is meer dat het niet gewoon gaat over uh, eender welke kennis die onderdrukt wordt, maar het soort kennis dat heel het systeem. ...op losse schroeven zou zetten. Ah ja, ja. En, en die is dat soort kennis Pak bijvoorbeeld... Een, een, ...alle kennis die we hebben... ...die ons een idee geeft van wat Europa voor staat... Wat dat we be... Allee, ...de succesverhalen die we hebben en zo. Dus als we daar een beetje aan, aan morrelen... ...bijvoorbeeld door het over racisme te hebben... ...of over de kolonies... ...overal waar dat, dat soort, die soort kennis wordt onderdrukt... ...dat is eigenlijk waar de Heart of Darkness... ...opnieuw gereproduceerd wordt. ja. ja. Dat is het eerste stuk. Ja. En in het tweede fragment staat... Eigenlijk weten we dat al allemaal. Ja. En dat is, dat is het fragment dat voor mij het meest frampanten is. Wat het interessante is dat uh, dus heel, heel dit boekje heeft genummerde paragrafen. Dat zijn de, aller, de twee allerlaatste. Maar de allereerste is exact hetzelfde als de allerlaatste. Ja. Dat idee van we weten eigenlijk al genoeg. Maar we missen de moed om de implicaties te begrijpen van... De conclusies die we trekken als we echt doordenken. Ja. Als we echt, echt kijken. Ja. Klopt het? Ja. ja. En ik heb dus... Um, ik heb dit boek aan, aanbevolen gekregen van een vriend van mij in 2019, gisteren bij wijze van spreken. dat je dan denkt van, ik ben al twintig jaar over die onderwerpen bezig. En, en dat ik zelfs dit boek niet eens had gelezen. En de paradox is, gelezen door dat boek, je krijgt ik weet niet hoeveel details over de koloniale avonturen die ik eigenlijk niet wist, die details. Mm -hmm. Maar terwijl je het aan het lezen zei, hele tijd heb je zoiets van ja, maar eigenlijk het grote verhaal, dat wist ik al. En dat wisten anderen ook. En dat wist ik zelfs toen ik op de lagere school, heel lang geleden, in Merksem in de jaren 90, Je krijgt het vertekend beeld van een Stanley. Dat is een avontuur. Die gaan naar de leopold. Ze nemen dat stuk grond in en dan. Als je zegt ik wist dat toen al, bedoel je dan van ik wist toen al dat er iets niet verteld wordt, dat het niet klopt of dat het uh... Wat ik bedoel met wat we eigenlijk weten, ook al krijgen we een vertekend verhaal, is dat er iets niet oké okay was. Ja. Iets is niet oké okay aan die kolonies. Ja. Ook al wordt dat verteld als een verhaal van... Um, we hebben misschien een paar fouten begaan, handjes werden afgehakt, maar dan daarna was alles beter en we hebben dingen gebracht. Misschien had ik dat gevoel dan meer omdat ik zelf duidelijk een kind van de kolonie ben, ja. laten we zeggen. Hè? Mijn ja. ouders zijn van Rwandese origine, ik ben wel hier geboren en zo, maar... Dat je gewoon heel de hele tijd toch voelt van je krijgt van alles op school, je ziet verschrikkelijke dingen opnieuw. En ergens is er iets dat we verteld wordt en dat niet verteld wordt. Wat wordt er niet verteld, precies? Ik denk dat er van alles niet wordt verteld. Maar zo, wat, wat mij inspireert, denk ik, in dit citaat, is het feit dat als we het um, zouden denken dat we alleen maar meer feitjes moeten produceren. Mm -hmm. Um, ik zal een concreet voorbeeld geven. Nu in, in, um, na de Black Lives Matter-betogingen, uh, um, ook in België denk ik, hè, twee zomers geleden, dat ook in het parlement besluit is genomen van we gaan eens hè, een expertencommissie samenstellen om te zien wat er tijdens die uh, koloniale periode is gebeurd. Dat was mijn eerste reactie van ja, maar ergens gaan we de mist in als we denken dat we nu nog meer moeten weten. Hey, de, een gemiddelde mens heeft een idee van wat er is gebeurd. Dat is goed dat dat nog iets bij elkaar wordt gestoken. Maar heel vaak gaat het um, zoeken naar feitjes over, uitstellen van wat de conclusies zijn, en dat we met z'n allen terug weten van ja, dat was eigenlijk verschrikkelijk. Hetzelfde met racisme. Elke vijf jaar hebben we zoiets van, oh my god, ik wist net zo erg wat dat is. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. En, elke, als je, en als je die cyclus dus blijft doen, dat, dat is geen dat tegenhoudt, dat we zeggen, oké, okay, eigenlijk weten we het al en we moeten. Dat durven zeggen dat we weten dat racisme een echt gigantisch probleem is. En niet altijd terug de statistieken gaan oprakelen en het nieuwe produceren. En wat gaan we eraan doen? De conclusions? Is dat dan een conclusie of is dat de conclu nee, dat is conclusie? Nee, dat zijn er meerdere. De implicaties, hè? dus als je nu z'n allen beslist. Ik denk een beetje zoals dat we na de Tweede Wereldoorlog hebben eigenlijk ALAN als Europeaan beslist. dat willen we precies niet meer. Ja. En er zijn heel veel dingen gekomen. De manier dat we lesgeven, het feit dat we elk jaar van alles herdenken, met kinderen naar Breendonk gaan, of weet ik veel. Allee, dat zijn allemaal heel veel kleine dingen. Maar mijn moreel Compass in Vlaanderen is, heeft vorm gekregen door wat ik over Hitler heb geleerd en over uh, de atroïsche. Wat er daar is misgegaan, en dat willen we nooit. En dat willen we nooit meer. Het en jij van zegt dat verhaal... veel verder terug. Eigenlijk. We moeten sowieso veel verder terug, maar we mogen ook niet de fout maken om te zeggen: dat was een uitzondering. Mm. Van, oei, die Hitler, ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar dat was een gek en die heeft ons allemaal mee over. En dat is dan gebeurd. En een boek zoals dit, maar er zijn ook andere boeken die zeggen: maar wat dat eigenlijk tijdens die uitroeringscampen is gebeurd, dat zijn praktijken die niet veel verschilden van de geallieerden die op dat moment al hun kolonies nog hadden. Dus Exterminate All the Brutes heeft plaatsgevonden in de uitroeringscampen in Europa, maar heeft evengoed plaatsgevonden in de katoe-plantages in de Amerika's, maar evengoed in, in, in Belgisch Congo. Ja. En dat is een moeilijkere. Hè? het is veel gemakkelijker om te zeggen, oei Hitler, dat gaan we niet meer doen. Maar als je moet zeggen, oei, heel ons systeem is eigenlijk gebouwd op het onderdrukken van de zogezegde wilden, dan moet de herziening dat je zelf zei. Ja, het klinkt als een uh, onwelkome, maar misschien wel waar verhaal dat je nu vertelt. <laughs> En ondertussen is onze tijd ook op. <laughs> Als winteruur. Wil je het nog eens lezen? Ik wil het nog eens lezen. En ik zal zelfs de versie lezen van het allereerste zinnetje. Het is bijna helemaal hetzelfde. Ja. En dan doe ik het voorlaatste nog eens. Ja. Het is de allereerste vers, nummer 1. Leest. You already know enough. So do I. It is not knowledge we lack. What is missing is the courage to understand what we know... and to draw conclusions mm -hmm. thank you stop it